Hoeveel eurosprinters wilt je? Wel, hier staan er 6. 7. En nummer 8 staat daar. Bijna de helft van de vloot staat gewoon letterlijk hier. Is dat de Apollonia? Je bent dus op, een half. Ja, en dat wist niet. Ik heb gewoon een tankstation hier. Dus ja, ik heb helemaal stuk afgewandeld. Ja, interessant, bizar. Interessante prijzen. Wacht, dat is wel een derde. Ja, wacht, groen. Eigenlijk is het wel groen. Oké, ik ga je even dus niet. En zo zijn we eindelijk toch eens aan de Atlantische Oceaan. En niet zo dat vuil water gelijk gaat op het zeetje. Lekker rustig. Wind. Goeie zon. Meer moet dat niet zijn. En natuurlijk, het is hier staking in Portugal. Ja, waar is er nergens staking tegenwoordig? Dus, ik wil naar de treinwinkel gaan. En het openbaar vervoer zegt nee. Gewoon nee. Gadverdamme. Jongen. Ja, hier heb je dus ook zo van die, ja, blikken dozen. Zijn we terug in het tijdperk van de PBA-stellen. De butklassiekjes. En dan denk je van, oké, dat gaat eruit zien langs de voorkant. En dan zie je, ja, zo'n gewone plastic neus. Echt iets speciaals. Maar ja, nu staat weer gezellig. Staking. Mijn kloten. Er reden geen treinen. Jee. Daarvoor heeft men dus een interrail van 5 dagen gekocht. Jee. Boekje gekregen. Een notebookje. Je metro staat hier gewoon letterlijk hier gewoon op het, op een plein, een tentoonstelling, zo, oké, nice. Een leuke grap, hier staat dus een generator voor de metro spanning te geven. Hey, goed bezig, lekker in de stad, niet genoeg elektriciteit of wat, oké dan.